Hallo iedereen, ik ben Bart, de papa van Jenne. Ik ben een alleenstaande ouder. Ik voed Jenne op samen met zijn mama in co-ouderschap. En vandaag heb ik besloten om een soort van videoblog te starten. Waarover? Waarover gaat de videoblog? Die gaat eigenlijk over mijn plan om nog een kindje te adopteren. Ik zou heel graag nog een broertje of een zusje voor Jenne. Ook voor mezelf, omdat ik gewoon heel graag met kinderen bezig ben. En daarom heb ik eigenlijk 2,5 jaar geleden beslist om een adoptieprocedure op te starten. Ik doe dat dus als alleenstaande. Ik heb een partner, maar die woont niet bij mij. Die woont in Tienen. We hebben dus eigenlijk, laten we zeggen, noodgedwongen een latrelatie. Ik heb al een blog, ik heb al een aantal dingen op die blog neergeschreven, maar ik merkte bij mezelf dat het soms nogal vermoeiend is om alles op een blog neer te pennen. En eigenlijk dacht ik van, oké, waarom dan niet via een videoblog? Op die manier kan ik misschien makkelijker kenbaar maken wat er omgaat in mensen die proberen een kindje te adopteren. Ik denk dat ik dat deels hier doe voor mezelf, om ergens, ja, laten we zeggen, een document te hebben dat een beetje het hele proces beschrijft, maar eigenlijk wil ik dit misschien ook wel doen om andere mensen die nadenken over adoptie, om hen een zicht te geven op wat er allemaal gebeurt, welke gevoelens er ook allemaal komen kijken bij een adoptie. Soms zijn dat positieve gevoelens, soms zijn dat ook negatieve gevoelens. Soms maak je leuke dingen mee, soms maak je minder leuke dingen mee. En ik denk eigenlijk dat dit een beetje de reden is van deze blog. Ik wil mensen laten zien wat het voor mij betekent om te proberen een kindje te adopteren. En misschien vinden andere mensen het nuttig om mijn verhaal te kunnen lezen. En ik wil ook via deze weg alle mensen die mij steunen in mijn zoektocht, misschien een gemakkelijke kijk geven op wat er allemaal gebeurt. Want het is niet eenvoudig om iedereen gewoon op de hoogte te houden. Dus iedereen die wil, kan eigenlijk hier een beetje volgen wat er gebeurt. Ik weet niet of ik het zal volhouden om deze blog, videoblog, telkens up-to-date te houden. Dat zal de toekomst moeten uitmaken. Mensen die mij kennen zullen misschien ook een beetje meer de serieuze kant van Bart zien. Ik ben inderdaad vaak op atletiektrainingen en zo, ben ik een heel losse kerel die heel graag grapjes maakt en zo. Adoptie is ook wel leuk, maar vaak toch ook heel bloedserieus. En ja, ik wil misschien ook deze kant van mezelf eens tonen. Dus waar sta ik op dit moment in mijn adoptieprocedure? 2,5 jaar geleden heb ik dus beslist dat ik een kindje wou adopteren. En op dat moment kon ik niet anders dan voor buitenlandse adoptie kiezen. Er was een stop gezet op binnenlandse adoptie. Dus het was voor mij niet mogelijk om voor binnenlandse adoptie te kiezen. Ik heb dan dus me ingeschreven, me aangemeld, heet dat dan, voor buitenlandse adoptie. Concreet betekent dat je dan een tweetal infosessies moet gaan bijwonen. Infosessies die jou uitleggen wat adoptie een beetje is in Vlaanderen. Hoe de procedure verloopt. En eigenlijk moet je die dingen gewoon gaan bijwonen. Dat heb ik gedaan. En dan moet je wachten. Heel veel wachten. En dat maakt eigenlijk al die adoptieprocedure vrij lastig, omdat je gewoon heel veel moet wachten. Na een tijdje moest ik dan een formulier invullen over het kindprofiel dat ik graag had geadopteerd. Dus daarin zeg je of dat je bijvoorbeeld een kind wil adopteren dat speciale noden heeft of niet. Misschien wat de leeftijd is van het kind, eventueel uit welk land je graag zou adopteren.
En eenmaal dat gebeurd was en ik die documenten opgestuurd had, kreeg ik eigenlijk dan na ongeveer, ik denk, 1 jaar, 1,5 jaar wachten, de boodschap dat ik mocht beginnen aan een voorbereidingscursus. Nu, een voorbereidingscursus voor adoptie, dat houdt in 3 dagen op cursus in Gent, waar er gesproken wordt rond thema's die allemaal te maken hebben met adoptie. Vooral dan buitenlandse adoptie. Welke problematieken kunnen ze aandoen als je een kindje uit het buitenland adopteert? Dat gaat dan bijvoorbeeld over problemen met hechting of zo. Dus al dat soort thema's worden besproken op die voorbereidingscursus. En dan moet je weer wachten. Wachten tot je het nieuws krijgt dat je mag beginnen met je maatschappelijk onderzoek. Voor dat maatschappelijk onderzoek diende ik mijn levensverhaal neer te pennen. Mijn levensverhaal en ook dat van mijn zoontje Janne. En op basis van dat levensverhaal werden dan een 4-tal gesprekken gepland in Brussel, die elk zo'n 2 uur, 2,5 uur duurden. En in die gesprekken probeert de dienst voor maatschappelijk onderzoek, probeert dan eigenlijk een beeld te vormen van jou als kandidaat-adoptant en probeert na te gaan of je wel geschikt bent voor adoptie of niet. Daarna kreeg je het verslag van de dienst voor maatschappelijk onderzoek. En in dat verslag, het resultaat van dat verslag kan zijn dat je ofwel mag adopteren. Ja, dus nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen. De dienst voor maatschappelijk onderzoek maakt een advies op, een verslag dat het eigenlijk een advies geeft aan de jeugdrechter. En op basis van dat advies zal de jeugdrechter dan een uitspraak doen of je mag adopteren of niet. Dus het advies kan zijn, oké, de kandidaat-adoptant is inderdaad in staat om te adopteren en mag van ons adopteren. Het kan ook zijn dat je een negatief advies krijgt. Dan betekent dat eigenlijk dat de dienst voor maatschappelijk onderzoek vindt dat je niet in staat bent om een kindje te adopteren. En dan is er ook nog een soort van gulden middenweg en dat is de weg van uitstel. Dan zegt de dienst voor maatschappelijk onderzoek eigenlijk van kijk, op dit moment vinden wij dat er te veel risicofactoren zijn en te weinig protectieve factoren, heet dat dan. Maar er zijn groeimogelijkheden. Dus dat wil zeggen dat men eigenlijk nog gelooft dat met je er wat aan doet, met je inspanningen doet, dat je wel in staat bent om toch nog een kindje te kunnen adopteren. Nu, ik heb dus mijn maatschappelijk onderzoek achter de rug. Ik ben intussen 2,5 jaar verder. 2,5 jaar wacht ik al sinds ik mijn eerste keer mezelf heb aangemeld voor adoptie. Ik heb het maatschappelijk onderzoek achter mij en het resultaat van het maatschappelijk onderzoek heb ik vorige week ontvangen. En dat bleek een uitstel te zijn van minstens 6 maanden. Dat was niet eenvoudig om te lezen, om te horen. Concreet heeft men een aantal werkpunten mee. En vandaag mocht ik dan op gesprek opnieuw bij het CAW om te horen waarom dat zij tot de conclusies gekomen zijn die in het verslag stonden. Mijn mening over dat verslag is dat het inderdaad op een objectieve manier beschrijft. Het verslag telde trouwens 22 pagina's. Het beschrijft in zekere zin wel wat ik allemaal gezegd heb. Maar er worden naar mijn aanvoelen toch ook conclusies getrokken die eigenlijk niet juist zijn. Zo vindt men dat ik ben iemand die een heel harde doorzetter is. Ik ga niets na mijn hoofd laten hangen. Ik ga altijd van alles het beste proberen te maken. Ik ben iemand met een positieve kijk op het leven. En dat probeer ik ook uit te stralen en door te geven aan mijn zoontje Jenne. En dat zou ik ook proberen door te geven aan een eventueel adoptiekindje. Maar
de mensen van de dienst maatschappelijk onderzoek vertalen die karaktereigenschap dan eerder in iets negatiefs. En men zegt dan dat ik eigenlijk bang zou zijn om te falen. Dus dat mijn drive om altijd overal voor te gaan, dat ergens ook zorgt dat ik voor mezelf te veel druk opleg en dat ik niet durf falen. En dat ik dat ook zou op mijn toekomstige adoptiekindje misschien te veel zou doorgeven. Dus dat het zogezegd niet zou mogen falen. En dat is iets, een conclusie waar ik eigenlijk helemaal niet achter sta, waar ik eigenlijk helemaal niet mee akkoord ben. Ik weet heel goed dat ik mag falen en ook mijn adoptiekindje mag zeker en vast falen. Dus dat is een beetje jammer. Je krijgt een adoptie, je krijgt een verslag van de dienst maatschappelijk onderzoek, maar je hebt eigenlijk niet de mogelijkheid om jezelf daar in eerste instantie tegen te verweren. Je moet het verslag gewoon aanvaarden zoals het is en het gaat zo naar de jeugdrechter. Bij de jeugdrechter heb je wel de kans om jezelf te verdedigen, naar het schijnt. Maar ik heb geen idee hoeveel tijd ik daar heb, hoe menselijk de jeugdrechter zal zijn en hoeveel oor hij zal hebben naar mijn verhaal. Verder vond men ook dat ik nog te weinig mezelf had ingelegd over adoptie. Dat ik daar te weinig nog mee bezig geweest was al. Nu, ik kan u verzekeren, ik ben al 2,5 jaar aan het wachten op die adoptie. En als je al 2,5 jaar wacht, dan ben je daar uiteraard mee bezig. Niet enkel met de praktische hang van zaken, van ik moet dit en dat en die cursus en ik moet naar die infosessie gaan. Maar je bent ook wel bezig met wat adoptie zal inhouden voor jezelf, voor je zoontje, voor je gezin, laten we maar zeggen. Ik vind het jammer dat de mensen van de dienst maatschappelijk onderzoek de conclusie trekken dat ik er eigenlijk nog te weinig over nagedacht heb. Een ander aspect waar dan men vond dat ik tekortschoot was dat ik me te weinig zou kunnen inleven in de wereld van het adoptiekind en dat ik me te weinig kan verplaatsen in het kind zelf en wat bepaalde dingen zouden kunnen doen met het adoptiekindje. Ja, ik kan eigenlijk ook maar zeggen dat ik vind dat dat onterecht is. Ik denk dat ik me ergens wel kan inbeelden wat het voor een adoptiekind moet zijn om geadopteerd te zijn. Als het dan bij mij terechtkomt, zal het inderdaad geen rechtstreekse mama hebben. Er is wel Melike, die ook een soort mamafiguur kan zijn. Melike is mijn vriendin. Maar ja, oké, er zijn dingen die eventueel een probleem zouden kunnen zijn, maar ik denk wel dat ik me genoeg kan inbeelden wat het voor het kindje zou kunnen zijn, wat het voor het kindje zou kunnen betekenen, en dat ik daar ook wel een soort antwoord zou kunnen op bieden, en dat ik daar ook wel op een gepaste, positieve, behulpzame manier zou kunnen mee omgaan. Dus ja, dit is waar we voor staan. De dienst voor maatschappelijk onderzoek heeft mij een advies met uitstel. Uitstel van minstens 6 maanden. Nu, er is nog een klein sprankeltje hoop en dat is dat als ik binnen 1 of 2 maanden naar de rechter moet, dat ik mezelf daar kan verdedigen en dat de rechter eigenlijk oor heeft naar mijn verhaal en dat hij ook wel ergens gelooft dat die 6 maanden niet per se nodig zijn en dat ik eigenlijk direct het positieve advies krijg en dat ik inderdaad direct mag adopteren. Nu, het valt af te wachten of de rechter daar zal willen in meegaan of niet. Dat weten we pas binnen 1 of 2 maanden als ik naar de rechtbank in Kortrijk moet. Dus ja, dit is een beetje waar we op dit moment staan. Ja, ik weet eigenlijk niet wat ik verder op dit moment nog moet zeggen, maar misschien ook mensen die mij kennen, mogen zeker, als ze dat willen, een brief schrijven naar hier, naar me thuis, naar mijn adres. Als je mijn adres niet kent, dan kan je het gerust in een e-mail of zo vragen. Maar een brief schrijven waarin dat je misschien even neerschrijft waarom dat jij denkt dat ik inderdaad in staat ben om een kindje te adopteren en dat ik
Ja, gewoon dat je gelooft in mijn capaciteiten, om een kindje te adopteren. Als veel mensen brieven schrijven, dan zou ik die misschien wel kunnen meenemen naar de jeugdrechter in januari of februari. En dan zouden die brieven misschien helpen om de jeugdrechter te overtuigen dat er eigenlijk wel heel veel mensen zijn die me goed kennen en die ervan overtuigd zijn dat die adoptie dat een positief verhaal zou zijn. Dus als je daarin gelooft, dan zou ik eigenlijk willen oproepen om een klein A4'tje, een korte brief te schrijven naar mijn adres, zodanig dat ik die brief kan meenemen naar de jeugdrechter en hopelijk hem overtuigen dat adoptie bij mij zeker een positief verhaal kan zijn. Ik weet niet in welke mate dat ik deze videoblog verder zal onderhouden. We zien wel, het is voor mij een manier om aan mensen die ik ken en misschien ook aan mensen die ik niet ken, te laten zien wat adoptie betekent en wat er allemaal komt bij kijken, welke gevoelens er soms bij komen kijken. Deze week was vooral een week van ja, een moeilijke week met weinig slaap, veel nadenken, een hoofd die propvol zit. Ja, soms weet je het even ook niet meer. Soms heb je zin om te zeggen van fuck it, alles de vuilbak in en ik stop ermee. Maar helaas is dat niet mijn ingesteldheid. En denk ik dat ik het veel te graag wil om het niet op te geven. Dus we doen gewoon verder. Dit was nu een tegenslag. Het advies met uitstel. Maar we doen gewoon verder en we zien wel waar het ons brengt. Dus iedereen die zin heeft om mij op een positieve manier met een brief te steunen, laat die vooral gaan, zou ik zeggen. En misschien tot een volgende videoblog. Joep!